Goedemorgen, lieve mensen. Dit is Lumeria met positief bericht op donderdag 8 februari. En we zitten nu ook echt wel in die nieuwe maanenergie, dat het allemaal rustig en kalm is. Voor sommige mensen zal het te rustig en te kalm zijn en die denken, hey, waar is mijn energie? Nou, het is in deze tijd van de maand de bedoeling dat je even rust neemt, dat je gaat contempleren. Dat je rust in jezelf neemt door ook je geest en je lichaam beide rust te gaan geven. Soms kan het zijn, ik heb een heel mooi gesprek gehad met iemand vanmiddag en die adviseer ik ook. Ga maar fantaseren, ga maar dagdromen, ga maar fantasyfilms zien of zo. Labyrinth of The Neverending Story, gewoon leuk. Zodat je je geest bevrijdt, zodat je lichaam tot rust kan komen. Soms heeft je geest zoveel verbinding met je lichaam dat het je lichaam tegenhoudt om zich te herstellen. Dus dat is een tip van mij naar jullie toe ook. Ga je geest bevrijden door iets te doen. En te doen is daadwerkelijk. Zandkastelen bouwen, luchtkastelen bouwen. Door in een boek of een film te gaan zitten en je hele geest de ruimte te geven om zich daarmee te kunnen verbinden, zodat je lichaam tot rust komt. Ja. Oeh, en dan hebben we vandaag de parel. De parel in de lotusbloem is verbonden met de godin Kuan Yin, die zien jullie daar. En ik heb vast nog hier en daar nog wel meer en ik heb ze zeker op mijn arm. Kuan Yin is een Chinese godin, een Aziatische godin, een Boeddha van vergeving, mededogen en van genade. Het is de allerzachtste energie die je mag ervaren. Ik geef ook de wijsheidsles van Kuan Yin en daarin geef ik heel veel adviezen dan ook. De parel hoort bij Kuan Yin, de zachte parel uit de zee, die door een zandkorreltje gemaakt wordt om de oester te beschermen, versterk je relatie met het goddelijke. En het is kaart 25. Fantastisch. Dus verdiep je eens in die goddelijkheid. En wees die visionair. Wees eventjes. Alles mag, alles is mogelijk. Jij kan die avatar zijn. Jij kan alles zijn. En doordat je dus in die dagdromen, in die luchtkastelen gaat, zorgt je lichaam ervoor dat hij tot rust komt. Even die twee uit elkaar halen. Ik wens jullie een inspirerende dag. Dag allemaal.